Ik dank u en uw geacht college voor het willen aanhoren van mijn betoog. Dank u wel. Excellentie, ik groet u namens het volk van Suriname dat momenteel het zwaar te verduren heeft. Ik groet u namens al de mensen die de gezondheidszorg niet kunnen betalen. Ik groet u namens de specialisten, namens de korpsen, het Nationaal Leger dat momenteel geen bevelhebber heeft, de militairen die in armoede leven, de politieambtenaren die niet meer uitkomen, de gepensioneerden. Ze groeten u allemaal. Ze voelen het. En ze zeggen: Dinamamoro. Hoe lang gaat u nog door, excellentie, om verhalter te vertellen? Terwijl de realiteit daar is. Kijk u hier vlak hier aan de overkant. Hoe lang gaat u die barricades nog daar handhaven? Elke week minimaal 20.000 SRD moet neergeteld worden hier. En u weet nog, 2007, toen meneer Venetiaan aan het roer zat, hebt u het volk toch gemobiliseerd? Op straat gekomen, zonder vergunning. Hebt u dat gedaan? Nu kan het volk niet meer. De koers toen u op straat kwam 2007, was 2,80 voor de US dollar. Nu u hebt overgenomen, de koers 7,85 voor de US dollar. Armoede alom. Armoede alom. Er is geen sector te noemen of er is chaos daar. Hoe gaat u dat alles realiseren? Dat alles weer op rails gaat komen. U hebt de vier vernieuwingen van 1980 genoemd. Zijn het vernieuwingen? U begon met de revolutie. Onder aanvoering dat de militairen een vakbond nodig hadden. Is die vakbond gekomen? Hoe ver is het leger nu gezakt? Weet u hoeveel militairen klagen? Hebt u nog contact met het leger? Weet u hoeveel officieren niet meer kunnen uitkomen? En u probeert het volk in toom te houden met dus allerlei foefjes. Kijk hier, het plein van het volk voor het eerst in de geschiedenis van dit land. Verspilling van geld. Verspilling. Toeristen komen hier, Suriname wordt te schande gezet. Nationaal, internationaal. Tegen de grondwet. U handelt in strijd met de grondwet. En als het u goed uitkomt, excellentie, dan citeert u wel de grondwet. Want niet zo lang terug hebt u gebruik gemaakt van artikel 98, lid C, zeggende dat u dus uw ambt tijdelijk overdraagt aan rechts buiten van u. Terwijl, excellentie, hetzelfde artikel, artikel 98, lid D, praat over: het ambt van de president wordt waargenomen door de vicepresident, A, indien, maar ik heb het over expliciet artikel D, indien in het geval voorzien in artikel 140 een vervolging tegen de president wordt ingesteld. Nu, excellentie, is het zover. Het openbaar ministerie in de persoon van de auditeur militair. Tegen nu weet u precies, excellentie. 20, 2 maal 10, excellentie. Dan lijkt het mij dat hij gebruik maakt van artikel 100, van artikel 98, lid D. Zo simpel is het. En geen tijdelijke waarneming, u rechtsbuiten staat te popelen om over te nemen. Zodat u dan het tegendeel kan gaan bewijzen in de rechtszaal. Maar wat doet u daarna, excellentie? U gaat daar aan de Benjaminstraat en u spuwt uw gal uit naar het openbaar ministerie in de persoon van de PG. Als dat niet genoeg is, gaat u korte tijd daarna naar Para. En daar gaat u weer. Sandina Kakafuru Ede. Fayawatra Sapurenge. Ik kijk naar u. Man to man. Confrontation, excellence. Hoe lang gaat u dat nog doen? Bedreigen alle man. Hoe lang? Terwijl dit land verder wegglijdt in de afgrond.
naar de afgrond. Gedemotiveerde politieambtenaren. Totaal verzwakt defensieapparaat. Geen bevelhebber. Geen directeur. Overhoop liggende militairen. Ze moeten gaan hosselen in het achterland Goudvelden. Om hun gezinnen te verzorgen. Zo erg is het. Dan vraag ik u, excellentie. Wanneer gaat u dan eindelijk gebruik maken van artikel 98 lid D? Zodat wij in vrede kunnen gaan. Verder kunnen gaan. Want hetzelfde zie ik wat gebeurd is in het verleden. Ik noem voor u Lenin. 1924. Stalin. 1954. Hitler. 1945. Allemaal hebben deze trucjes toegepast op het volk. Lenin en Stalin hebben meer dan 80 miljoen mensen vermoord. Hitler heeft ongeveer 8 miljoen Joden vermoord. Niets mag. Ze dulden geen tegenspraak. Vandaag zien wij een brief naar RBN gestuurd door uiterst rechtsbuiten van u om te zeggen 7-1, stop met 7-1. Terwijl op SRS, u weet wat daar gebeurt, excellentie. Geen aanmanen, niets. Integendeel kreeg hij promotie. Directeur NII. Waarheen? Kom de eerlijk, president. Eerlijk. Bent u goed bezig? Voelt u dat u goed bezig bent? Draag u nog? Wordt u nog gedragen door dit volk? Ik kan u zeggen, excellentie. Alassie. Nou, pres moest goeien. Amai weer mee in. Wanneer gaat u stoppen met de stiefmoederlijke behandeling van het binnenland? Wij zijn goed om u de zetels te geven en daarna moeten ze stikken. U lacht hier niet. Je hebt die zetels, heeft hier gezegd, 26 hebt u. Hoe komt u aan die 26 zetels, excellentie? Triest. Alles duidt nu erop. Eén man. Vernietigt dat hele land. Dat hele land is naar de knoppen gegaan. Ik geef u de stand van zaken weer. Natuurlijk is het niet prettig om aan te horen, vandaar dat hij weggaat. Maar toen hij aan het woord was, excellentie, luisterde ik wel naar u. Aandachtig luisterde ik. Ik vind het wel jammer, het volk ziet, u gaat weg. Maar dit is de realiteit, excellentie. Realiteit geef ik u weer. Keiharde feiten geef ik. Ik vind het jammer dat u weggaat, begrijpt u? Je hebt geen tijd voor mij, maar is de realiteit. Is de realiteit, excellentie. Je hebt pina afvolk. Afvolk de mamoro. En afvolk weri. Hij is weggegaan. De president, excellentie van dit land, is nu weggegaan. Hij kan de realiteit niet aanschouwen. Dus, rest mij niets anders te zeggen. Dan gaat u heen in vrede, excellentie. Wij zijn met het volk. Het volk ziet, het volk hoort. Het volk is niet meer dom. We zijn niks in Dubai beland. Pina bai, Udoro. Pina bai.